Hallo, de weersverwachting voor de komende tijden luidt dat het lente, zomer en herfst tegelijk zal zijn. Dus iedere dag zullen we in de lente, de zomer en de herfst vertoeven. Omdat het alle seizoenen door elkaar heen lopen, valt eigenlijk niets te voorspellen. En zullen de komende dagen de weersverwachtingen, zowel zonneschijn, regen, wind en dat soort veranderlijke weerstypes opleveren. En als u het niet gelooft, dan moet u naar de kastanjeboom gaan kijken, waarvan de knoppen aan het uitgroeien zijn, waarvan de bloemen inmiddels in de bloei staan, waarvan de kastanjes inmiddels rijp zijn en de knoppen van de bloemen en de kastanjes aan het uitkomen zijn, waar de bladeren zowel groen als bruin aan het worden zijn en de paddenstoelen om de bomen al een maandje of zo aan het groeien zijn, die trouwens geen rode kleur tegenwoordig meer hebben, zoals de vliegenzwam, maar een bruinige, zelfs witte kleur. Dus de rode paddenstoel is ook een beetje in de war, net zoals het weer, en daardoor loopt alles door elkaar heen en valt er eigenlijk niets meer echt te voorspellen. Ja, dit is wat de natuurlijk eigenlijk klimaatverandering is en inhoudt. Klimaatverandering houdt eigenlijk in dat de weersomstandigheden extreem zullen zijn en zullen worden. En dat zal in de komende jaren dan ook steeds extremer worden. Dus het weer, de weersvoorspellingen zullen ook steeds moeilijker worden, omdat de weersextremen ook steeds extremer zullen worden. En daar zal natuurlijk heel veel over gepraat en gebabbeld gaan worden door allerlei wetenschappers en wijsneuzen en mensen die het daar zo genaamd verstand van hebben. En die zullen dan met heel veel oplossingen aankomen, vaak natuurlijk ook schijnoplossingen, om daar een hoop geld mee te verdienen. En dan krijg je op een gegeven moment een klimaatverandering van misschien wel zo'n ernstige aard, dat de autoriteiten of de mensheid zelf natuurlijk met een juiste oplossing zal moeten aankomen om het ernstige klimaatprobleem met z'n allen op te lossen. Willen we dat ook met z'n allen dan gaan overleven? Dus extreem weer is eigenlijk de definitie van klimaatverandering, wat vele oorzaken kan hebben, zowel universeel, bij wijze van spreken, als in de microcosmos, omdat je dat in de natuur al die extremen aan het traceren bent, zoals de kastanjeboom en de paddenstoelen die al eerder opkomen. Zo zullen er ook kosmische invloeden zijn die de klimaatverandering op gang brengen en daar een deeloorzaak natuurlijk ook van uitmaakt. Zoals alles met alles is verbonden en wij eigenlijk alles met z'n allen in wezen één zijn,
En hoewel we als gescheiden individuen van elkaar leven, zijn we in wezen allen één en met elkaar verbonden. En ook daar zit een sleutel in tot de oplossing van het klimaatprobleem. Als mede de oude teksten waarover gesproken wordt, dat het sproeien van bijvoorbeeld nanogoud, wat op de 12e planeet Nibiru 445.000 jaar geleden gebeurd is. Waarmee ze toen heel al bewezen hebben dat een ruimteschild de oplossing bracht voor het ernstige klimaatprobleem op de 12e planeet zo'n kleine 500.000 jaar geleden. Dit staat opgetekend in de kleitabletten, Sumerische kleitabletten, en is daarmee dan dus eigenlijk ook wetenschappelijk bewezen. Maar voordat de mensheid zover zal zijn om dit gegeven als om dit feit als een gegeven waarheid te beschouwen, zal er natuurlijk wel heel wat afgebabbeld en getrokken en gedouwen worden in de wetenschappelijke kringen. Omdat ook op de planeet Nibiru in die tijd daar ook duizenden jaren over gediscussieerd is en over gestreden en gevochten is. Van hoe zullen we dit klimaatprobleem nou aanpakken en wat zullen we ermee doen en wat is de oplossing? De oplossing bleek goud te zijn, nanogoud. En ja, dat was dus uiteindelijk, heeft dat die 12e planeet Nibiru, oftewel Planet X, destijds gered. Maar voordat we op aarde zover zijn, daar zullen nog heel wat jaartjes denk ik nog wel aan vooraf gaan, voordat we dat gegeven wat we al lang in de oude teksten te vinden is, zelfs in de Golden Light Sutra, waarin dat in diverse hoofdstukken staat beschreven hoe het goud oplicht in de diverse hemelen en dat de aarde dan vruchtbaar en welriekend zal zijn en alle wezens die de Suvana Bhasa en de Golden Light Sutra dan eren. Daardoor zullen de hemelen oplichten met het goud dat de diverse planeten van ondergang zal redden. Nou, ik dank u voor uw aandacht en ik wens u nog een fijne herfst, winter en een nieuw jaar toe. Het allerbeste. Klimaatverandering duidelijk overal aanwezig is. Zowel zon als regen, wind, wolken, temperatuurverschillen, temperatuurstijgingen, spontane temperatuurdalingen enzovoort. Dank u wel.